Als kind had ik altijd heimwee. En ik wist niet waarnaar. Ik weet nog wel dat ik geboren in Eindhoven, in een socialistisch gezin, de middelste van drie dochters, geboren in 1950 en Eindhoven was toen, Brabant was toen nog arm, moet ik zeggen. Ouders hadden het helemaal niet breed. Maar wat ik me herinner is de keren dat ik op zo'n muurtje heb gezeten, weet je, vlak bij je huis, en dat ik dat heimwee voelde. En socialistisch gezin dus, over God heb ik nooit gesproken, maar Sinterklaas was natuurlijk heilig voor mij. En als dan de rook uit de schoorstenen kwam, dus ik denk dat ik 5 geweest ben of zo, misschien 6, als de rook uit de schoorstenen kwam, dan werd dat heimwee een beetje bevestigd, want dan zou Sinterklaas binnenkort komen. Dus dat zal het dan zijn. Maar ja, dan was Sinterklaas weer weg, maar mijn heimwee bleef. En misschien is het dat wel dat ik ben gaan koesteren, dat gevoel. En ik ben niet gaan zoeken naar dingen. De dingen kwamen altijd op mijn pad. Ik speelde blokfluit, want de juffrouw in de klas speelde blokfluit en dat vond ik zo'n gave juffrouw. En dus ik dacht, dat vind ik zo mooi, want dat zij er ook zo mooi op speelde. Dus ik speelde ook blokfluit. En die juffrouw, ik denk dat ik in de tweede klas van de lagere school was, die ging met ons zingen. En zij leerde ons kanon zingen. Ik weet het nog zo goed, de allereerste keer dat ik dat hoorde. En ze zei, kom mee naar buiten allemaal. Dat ik kom mee naar buiten. En ik zong, kom mee naar buiten allemaal. En zei ze, en dan gaan we jullie in 3 rijen verdelen. En de ene rij zei, kom mee naar buiten, kom mee naar buiten, kom. En ik zat daar tussen en ik begon te huilen, want ik kon er niet aan. Ik vond het zo ontzettend mooi dat al die verschillende klanken bij elkaar kwamen en dat het toch nog klopte. Dus het waren niet 2, 3 verschillende dingen, maar het was 1 ding dat juist harmonisch rijker was dan dat. En ik dacht dat iedereen dat zo mooi vond. Dat iedereen het. Ik ging naar buiten en ik was helemaal beduust. En ik ging terug naar de juffrouw, wanneer gaan wij weer kanon zingen? Nou goed, dus dat was een beetje de eerste ervaring van hoe muziek mij raakte, waar je geen woorden voor hebt. En tegen mijn 10, ik was een heel levendig kind, ik klom in bomen en het kon maar niet hoog genoeg zijn. Echt waar niet, soms wist ik het niet hoe ik eruit moest komen. En voetballen, en ze noemden mij Pietje soms, ik had een die voetballer was en die speelde bij Blauw-Wit. Die was een echte prof en daar ging ik altijd mee voetballen. Dus ik was zo'n vurig kind eigenlijk. En op een gegeven moment hoorde ik iemand gitaar spelen. En ik had mijn oor daarbij en ik was hetzelfde. Weer die klank, die verfijning en die nagang van die klank, dat vond ik zo mooi. En ik had verteld aan mijn ouders dat ik dat gehoord had, een gitaar. Dus, maar ik zei dat niet met de bedoeling om ooit een gitaar te krijgen, want ik wist, mijn ouders die hadden echt geen rode cent. We zaten wel eens in het donker, want dan ging het licht nog in dubbeltjes. En heel vaak hadden wij geen dubbeltje voor het licht. En mijn vader werkte zich echt een ongeluk. Die werkte ook nog erbij s'avonds. En ze waren met niks begonnen. En op sinaasappelkistjes was het verhaal. Maar goed, dus ik zei het niet daarom. Nou, en ik werd 10 jaar. En ik kreeg mijn cadeau. En het zag er nogal groot uit. En ik moest dat openmaken en er was een foedraal en ik maakte de rits open en het was een gitaar. Ja,
het was een derdehandse gitaar, denk ik. In ieder geval, mijn vader die had ervoor gezorgd dat hij er één had gevonden. En hij had er geen verstand van. En bij nader inzien, het was eigenlijk een gitaar van niks. Derdehandse. Maar hij had er nog... mijn vader die was schilder, dus hij had er ook nog een beetje netjes bijgewerkt en al die dingen. Het was prachtig om te zien. Maar die snaren lagen echt zo hoog. Oh. En die waren misschien al 20 jaar oud. Oh. Maar ik had een gitaar. Yeah. En ik mocht op les. Dus ik ging op les. En na een tijdje, mijn vader die ging werken bij die gitaarleraar om mijn lessen te betalen. Dan ging hij er letters op de ramen schilderen. En op een gegeven moment zei die vader tegen mijn vader na een jaar. Op zijn brave zouden de kinderen niet eens een andere gitaar spelen. Die doet zo het best. Ja. Maar ik vond het zo te gek, weet je wel. Dus ik speelde. En ik werd ineens van een wild, een vurig kind. Ging al mijn vuur ging ineens naar binnen. Ik ging ook op zolder, er was een kaart. Daar ging ik spelen op mijn slaapkamer. Ik zonderde mij af. En ik speelde en op een gegeven moment merkte ik, dat was niet bij de eerste gitaar, maar bij de tweede gitaar, die klonk veel mooier. Als ik dan een D-akkoord aansloeg, dan had ik ontdekt gewoon. Dus ik deed dan. En dat was een gitaar met nog dunner hout, een Tsjechische gitaar, dat deed ik nog heel goed. Dat betekent dat als je je oor op de klankkast legt, dat je dan alles hoort. Dus ik deed die... Al die klanken, die gingen, als je dat doet, ik weet niet of iemand dat wil horen, die geen gitaar speelt. Wil je dat horen? Ja, ja. Kijk hoor, dan moet je hier je oor echt op leggen. Zo. Het wordt steeds mooier eigenlijk. Ja, het gaat helemaal naar binnen, dus het dringt door je huid. En dus die naklank, die nagalm, dat deed ik. Ik dacht altijd van dat ik iets deed wat niet mocht. Omdat het zo heimelijk was, zo mooi. Dus, en elke keer als ik dat deed, dan dacht ik. Ik realiseerde mij dat dat ene geluid waarin alle lagen van tonen in zaten, dat die verzameling klanken die ook nog een boventonen hadden als je nog langer luisterde, dus de verfijning van de klanken. Ik hoorde ineens dat in die abstractie van klank, dat, en ik zei tegen mezelf, daar zitten alle liedjes in verborgen. Dit is alle muziek. Alles zit hierin, in deze klank. Dus dat gebeurde zo. Nou moet ik eventjes snel door mijn leven gaan. Ik ben nog niet eens. Ik weet niet hoe ik het moet doen, maar ik probeer het. Ik zal even nakijken wat ik opgeschreven had. Dat ik een paar punten. Blokfluit, gitaar. Nou ja, ik zal even. Mijn ouders waren socialistisch en dat was een socialistische jeugdvereniging waar ik op mijn 12e jaar mee naar Polen ging. Met het Hannie Schaftkamp. En in het Hannie Schaftkamp, ik had mijn gitaar meegenomen. Ik leerde daar Poolse volksliedjes. Maar wij gingen met. Er waren kinderen van West-Duitsland, van Oost-Duitsland, van Engeland. Er was een vereniging van allerlei kinderen van allerlei landen. En wij gingen ineens, zeiden ze, jullie gaan Auschwitz bezoeken. En als 12-jarig meisje, nou ik ging mee met die bus. En ik vond Polen al iets een beetje lugubers hebben, maar ook heel spannend. Dus wij gingen met de bus naar Auschwitz en ik kwam daar en
wat ik zag, dat hebben jullie ook wel eens gezien. Maar dat, als je dat zo, als Sarah Graag Meisje voor het eerst ziet, die hele... ze vertelde dus dat er 6 miljoen Joden waren en zich ook zoveel zigeuners waren omgekomen. En ik zag daar al die koffertjes met die namen van die kindjes en ouders met de letters erop. En ik kon ze nog allemaal, ik weet ze allemaal die ik heb gezien. Ik zag die hele berg met haren, met die barakken zag ik. Ik kon het maar niet vatten. Ik had ook wel eens een keer het verhaal gehoord van 4 mei, dat werd op school verteld, waarom de tram stilstond. En dit was iets, ik kon niet begrijpen dat de mensheid zoiets gedaan zou hebben. En waarom? Wat ligt daar voor iets groots, lelijks of groots achter dat het mogelijk is dat mensen dat toestaan, dat 6 miljoen Joden... en zigeuners en homoseksuelen en mongoloïde kinderen, dat die gewoon worden doodgemaakt, weet je wel? Vermoord, echt vermoord. Hmm. Dus ik kwam naar huis en ik deed mijn eerste voorstelling in de muziekschool. Ik was lid van de muziekvereniging en van mijn gitaarleraar, die had een orkestje gemaakt van zijn leerlingen en ik speelde daarin en hij zei sommigen die mogen een solo doen, wie wilde dat? Nou, ik zei ja, ik wil dat wel doen. Ik had een Pools volksliedje geleerd, Zwadziewetska Dolasetska en ik zong dat en het was mijn eerste grote succes. En mijn gitaarleraar die speelde mandoline en ik merkte ineens dat er iets was in mij dat me boven mezelf uittilde als ik zo geconcentreerd eigenlijk muziek maakte. En ik kende dat niet, dus dat was de eerste ontmoeting daarmee. Maar ik ging liedjes opzoeken en op een gegeven moment had ik een boekje met volksliedjes en daar stonden Hebreeuwse en Jiddische liedjes in. En ik wilde weten hoe je die moest uitspreken. En mijn vader die kende iemand die Jiddisch sprak in Eindhoven. Een van de weinige Joden die nog over waren gebleven in Eindhoven. Mevrouw Leider, ik weet het nog zo goed. Dus ik ging met mijn gitaar naar mevrouw Leider en ik zong, hoe zing ik dit liedje? Mm. En dat, bij mijn Rebbe is gewezen a Geneve. Bij mijn Rebbe, bij mijn rabbijn is er een diefstal geweest. Sieben hena wie die steen. Draai om kep en vier om vliegel. 3 zonder hoofd en 4 zonder vleugels. Nee. Maar bij mijn Rebbe is er een diefstal geweest. Nou, dat was leuk en ik zong dat. En toen kwam er een Hebreeuws lied. Ik ging ook naar mevrouw Leider. En mevrouw Leider zei, nee, dan moet je bij Joël zijn. Want ik spreek geen Hebreeuws. Ik spreek alleen Jiddisch. En hij spreekt Hebreeuws. Dus ik ging naar Joël. Dat is een ander lid van de Joodse gemeente in Eindhoven. En ik belde een keer en toen telefoon en toen nam hij niet op, want het was Shabbat. Dat kende ik toen nog niet, dat je dan niet mocht bellen. Op een gegeven moment nam hij op en zei hij, sorry Lenny, ik weet dat je gebeld hebt, maar wij houden de Shabbat en dan nemen we de telefoon niet op. Ik ging naar Joël toe en ik kwam met het lied Hinema Tov Hu Manaim Lashevet Achim Gam Yachad. Hoe fijn is het om als vrienden hier samen te zitten. En dat is een stuk uit de Torah. En hij zette zijn kippa, zijn keppel op. En ik liep door dat huis met hem mee, naar de studeerkamer denk ik, van zijn vader. En ik zag alle Hebreeuwse boeken daar staan. En ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam, want die letters kende ik. Ik wist, in die boeken, daar staat in. Waarnaar ik heimwee heb. Mm. Dus dat was ook, zeg maar, het gevoel van, wat is dat? Hoe vindt het leven jou? En het leven vindt jou als je je neus, je hart volgt. En ik geloof dat ik van jongs af aan heb geweten dat mijn muze mij altijd voorging. En de muze, dat is niets anders dan het geestelijke gedeelte van wat je zelf bent, je intuïtie, je,
inspiratie, je ingevingen, die verfijning die je vindt in de klanken, in alles. Die trilling die ik in de klank hoorde, dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Hmm. En die weg ben ik eigenlijk gegaan. En ik heb gezien dat ik niks zelf hoef te verzinnen. Ik hoef niet te bedenken van wat ga ik volgend jaar doen of wat voor lied ga ik zingen. Het wordt me gewoon ingegeven. Mensen komen aan de deur om te vragen, wil jij meedoen aan het Songfestival bijvoorbeeld? Ik vraag niks. Dus het kwam eigenlijk vanzelf. En op een gegeven moment kwam ik een Joodse jongen tegen in Eindhoven. En daar heb ik me mee verloofd. Het is uitgegaan uiteindelijk. En mijn eerste man ontmoette ik. Hij was keelneus en oorarts in het ziekenhuis. En ik werd door een vreemde manier, wachtte ik een keer op de trein in Haarlem, 's avonds laat. En er stond een groepje onduidelijke, luguberachtig aanvoelende mannen die handtastelijk werden. En ik zei, blijf van me af. En de een zei, blijf van mij af. En die gaf me een klap. En ik zei, hey jongen, ga eens een eindje verder staan, stoer als ik was. Toen kreeg ik een tweede klap en een derde. En nou, een gebroken neus, het ziekenhuis, chirurg hielp me. En dat was mijn eerste man, mijn eerste man. Israëlische man. Hij was van Joodse oorsprong. En woonde toen in Israël. Was de vader van mijn kinderen. Is ook niet goed gegaan. Maar zo, het is een voorbeeld van hoe het Jodendom eigenlijk in mijn leven is gekomen. Ik ben Joods geworden. En daarbij zeg ik dat ik absoluut niet religieus ben in de zin van dat ik geloof in een structuur, in de structuur van een geloof. Ik heb naderhand ingezien dat elk geloof een poging is om esoterisch is, dat wat mystiek is, om dat te proberen te vangen in een verhaal en in wetten geboden. En het zijn vaak hele mooie verhalen waar alle elementen in zitten. En als je wil, dan zou je zelfs nog binnen de structuur van het geloof tot realisatie van eenheid kunnen komen. Heel veel mensen doen dat niet, die willen dat niet. Maar het Joodse geloof werd voor mij meer eigenlijk het zoeken naar wat erachter zat. En, de Kabbalah, dat is de geheime leer, trok mij erg aan. Maar ik ging scheiden van mijn eerste man. Ik had twee kinderen. Ik kwam terug in Nederland. En ik vervolgde mijn weg. Ik kwam de schrijver Herman Pieter de Boer tegen. En wij werden een paar en hij schreef de prachtigste liedjes voor mij. En hij bracht de antroposofie ook met zich mee. Ondertussen was ik nog steeds lid van de Joodse gemeente, maar ik leerde, dat was een inspiratiebron. Ik kreeg hele bijzondere dromen, ik kreeg visioenen die ongelooflijk mooi zijn. Ik denk dat ze nog helderder en nog dieper in mij zitten dan elke dag die ik nu leef. Dus wat is nou werkelijkheid en wat niet, weet je? Maar ook visioenen is ook illusoir natuurlijk, maar op een ander niveau. Mijn heimwee bleef maar gaan. En ik wist dat ik een weg moest zoeken om te weten wie ik werkelijk was en waar dat heimwee mij naartoe zou brengen. Ik was 43 en op een gegeven moment vond ik een leraar om mij daar te brengen. En ondertussen had ik al hits gemaakt met visite. En het was echt per ongeluk. Ik had gewoon maar een keer een liedje geschreven voor die poppies. Omdat ik het leuke jongens vond, omdat ik met ze had
ja, ondertussen had ik natuurlijk al zoveel gedaan als zangeres. Het Eurovisie Songfestival gewonnen, overal ter wereld opgetreden, noem maar op. Nou, deze periode met Herman, dat was prachtige liedjes maakten we samen. En dat ene liedje, Visite, was natuurlijk wel een hele grote hit. En ik kwam echt in een circuit terecht waar ik niet wilde zijn. Dus een commercieel circuit. En ik dacht, de een op de andere dag heb ik toen gezegd, ik breek hiermee, ik volg mijn weg. Al die optredens die ik aangeboden kreeg, die heel veel geld opleverden, heb ik afgezegd. En ik heb gezegd, ik wil mijn eigen weg volgen. En ik had toen met Herman Pieter al liedjes gemaakt, de eerste plaat Covadis, weet je, gewoon. Die gingen ook, en Herman legde dat zo uit, hij zei, dit zijn liedjes die raken het mystieke hart aan. Mm. Ik zeg, ja, maar ik wist nog niet wat het was. Dus ik wilde ook weten, waar zing ik over? Ik wilde niet uit boekenwijsheid, dat kon ik ook niet. Dus ik moest wel verder gaan, hè. Dus toen vond ik die leraar, dat was een vrouw, dat was 43. We gingen mediteren. Ik had al geen vlees, roken niet, ik dronk wel een glaasje wijn. Dat deed ik ineens ook niet, want dat mocht niet. Dus ik dacht, ik doe er alles voor. Mediteren, nou, ik mocht maar in 10 minuutjes beginnen per dag. Een paar lessen in de week. En na 3 weken, vanaf het ene moment op het andere, ik stond ergens te zingen. Heel lief, ook met kinderen. Dat was een musical die Herman en ik hadden geschreven voor de Boomfeestdag. Er waren kinderen die dansten en ik was de boswachter en ik zong een lied over bomen. Van het een op het andere moment brak mijn stem. Ik voelde iets gebeuren, ik had geen grip meer. Alsof ik alle bodem onder me verloor. En op de terugweg zei Herman tegen mij, je zong als een krant. Ik zeg, je moet niet zo grof. Ik kon niet meer zijn, niet zo grof zijn. Het was ook zo. Ik kon niet meer zingen. En het werd steeds erger. Ik ging s'avonds naar bed. S'nachts werd ik wakker en ik probeerde. Ik kon echt niets meer. En ineens kon ik ook niet meer slikken. Ik kon geen klinkers meer zeggen. Ik merkte dat alle lage tonen waren verdwenen. En het werd alsmaar erger en erger. Je kon mij niet verstaan. Als je me had willen horen, dan had ik de woorden niet kunnen uitspreken. En wat ik zei, dat was maar zo'n klein volumetje. Je moest echt naar me toe komen om het kunnen verstaan. Dus ik wist, dit is geen verkoudheid. Dat was er ook niet zo. En een paar nachten verder, ik was bang. Ik was zo bang. Ik vond het zo. Ik voelde, dit is het ergste wat mij kan overkomen. Alsof ik doorgesneden werd. En ook doorgesneden van de liefde. Want ik ontving altijd mijn inspiratie, dat was ging door de zang en door de gitaar. En dat was doorgeknipt. Weg. Dus ik was totaal los van de wereld. En ik geloof dat het de derde nacht was. Ik kroop onder de dekens, omdat ik eigenlijk niet wilde toelaten. Dus ik kroop onder de dekens en ineens zag ik een visioen kreeg ik van, ik weet niet wie het was, maar het was een gezicht met ogen die zo blauw waren als de zee. Ik heb nooit van zo'n blauw azoelachtige ogen gezien met wit getooid hoofd en die keek mij alleen maar aan. En het mooie is van een visioen, ik weet niet of iemand het ooit gehad heeft, maar op het moment zelf dat je het hebt, weet je het niet, want het is buiten de tijd om. Dus ik deed mijn ogen open en toen wist ik dat ik hem gehad had. Toen zag ik het weer terug. Dus het speelt zich af, niet in de tijd. Je wordt uit de tijd gehaald en dan gebeurt er zoiets. Ik heb het vaker gehad. Dat je dus, het heeft met tijd niks te maken. Dus je wordt uit de tijd gehaald en daar ontmoet je dat.
misschien was het een bemoediging. Nog steeds niet. Dus het proces begon. En dat is eigenlijk waar ik nu dankbaar om ben. Nu tot op de dag van vandaag. En ik hou het even bij dit proces, want ik kan nog veel meer vertellen. Maar dit, wat het ergste in mijn leven was, was het mooiste wat mij had kunnen overkomen. Want ineens, en dat ging echt langzaam hoor, ik heb echt gevochten. Ik stond 's nachts op om te kijken of het toch nog teruggekomen was. En dat was nooit. En ik kon nog geen ik meer zeggen, want dan zei ik, ik kon die ontsluiting van een klinker in het begin van een woord niet maken. Amsterdam. Dan ging ik naar de badkamer. Amsterdam. Amsterdam. Dan kon ik die A wel zeggen als ik even dit deed. Anders was het Amsterdam. Nou ja. Ik ging door het proces. Ik mediteerde. Dus ik kon mij verheffen. En ik ging door de pijn. Door alle twee. Dus heb ik gezien dat dat een juiste beweging is. Dus als je door een verdrietige tijd gaat of door verlies heen gaat, is het goed om zowel te voelen wat je hebt, tot op de naad, tot in het diepste van je wezen, en je te verheffen. Dus ik kon dat door te mediteren en ik had een mantra gekregen en ik mediteerde meer dan ik mocht. Maar ineens begon ik het fijn te vinden. Dus als ik dan op mijn kussen zat, of zelfs in bed, mediteerde ik ook, mocht ook niet. Ik heb eigenlijk het feit dat ik dus mijn eigenzinnigheid volgde, dat begon toen ik aan mijn vader vroeg een keer. Iemand was overleden in de buurt, pap. En onze buurvrouw had gezegd, die meneer is naar de hemel. Die mevrouw is naar de hemel gegaan, naar God. Dus vroeg ik aan mijn vader, pap, bestaat God? En ik geloof, mijn vader was echt heilig voor mij. Hij was echt zo'n geweldige man. Hij was knap en hij had humor en ik voelde me heerlijk bij hem. Dus ik geloofde alles wat hij zei. En toen zei hij, ik zei, pap, bestaat God? Zei hij, schatje, als je dood bent, dan is er gewoon helemaal niks meer. En het was voor het eerst dat ik dacht, ik geloof je niet. Ja. Dus ik geloof dat ik wel altijd wel mijn eigenzinnigheid heb gehouden. Maar dus het proces was interessant. Ik ging door de pijn heen. Ik ging door allerlei dingen. En op een gegeven moment, weet ik nog, ik liep in de bossen met iemand te wandelen. En eens realiseerde ik me dat alles illusie was. Dus wat ik ook zag, alles was illusie. Ik, dat en dat. En ik werd echt helemaal licht. En er kwam een enorme stilte in me. Dus dat was het allereerste begin. Van, het is illusie. Dus wat ik heb is ook illusie. Ik ben illusie. Tot op het laatste moment dat ik dus alsmaar nog hoopte dat de stem terugkwam. Ik vroeg het aan de leraar. Die zei steeds, ja, hij komt nog wel een keer terug. Maar na een jaar of 8 of 9 maanden was het nog steeds niet zo. En toen zei ze, toen ik het nog een keer vroeg, ik weet het niet meer. Het kan zijn dat je nooit meer zou kunnen praten en zingen. En dat was eigenlijk heel goed. Want toen was ik voor het eerst alleen op mezelf aangewezen. En op dat moment, ietsje later, toen viel de hele constructie van die ik gemaakt had in de loop van mijn leven, het imago dat ieder mens maakt en ik op mijn eigen manier, bij mij misschien nog meer, want Lenny Koer, weet je wel, nou, als ik thuis kwam en ik zag die letters, het waren echt alleen maar letters, dat was ik echt niet, foto's, dat was ik niet, die naam zei mij al helemaal niks meer, echt niet, ik vond het eigenlijk iets belachelijks, die lettertjes samen. En toen zij zei, nee, ik weet het niet meer. Toen viel dat hele bouwwerk echt in elkaar. Toen zag ik dat ik helemaal niemand, ik ben niks. Ik ben een hol vat. Ik ben niets.
En er was iets, sommigen zeggen je moet vertrouwen en ik weet het niet. Ik weet niet wat vertrouwen is. Ik denk dat vertrouwen eerder is dan ik. Vertrouwen is iets wat je trekt. Wat zegt, laat je maar vallen. Weet je, dat doe je niet zelf. Je valt niet in een diep gat. Iets zei, doe het maar. Hmm. Het komt goed. En ik liet me in dat hele grote niets, wat ik zelf was, volledig vallen in alle overgave die er maar was. En op dat moment kwam er zo'n intense diepe stilte in mij, die ik met geen pen kon beschrijven. Het leek of de hele wereld zinderde. Zinderde van de stilheid. En die zindering klonk ook in mijzelf als klank, als geluid. Tot op de dag van vandaag hoor ik die zindering in mij als enorm een groot aum, als het ware. Mm. Door mijn hele lichaam trillen. In het begin wist ik niet hoe ik ermee om moest gaan. En dat stond soms nog niet helemaal goed. Maar dat is een ander verhaal. Die stilte kwam in me. En daarmee, met die stilte, kwamen alle realisaties, alle inzichten die ik kreeg in wie wij werkelijk zijn, ten diepste. En dat was waar ik naar op zoek was. En dat was wat ik toen gevonden heb. En ik weet dat iets aan ons vooraf gaat en dat wij eigenlijk alleen maar naar de verfijning hoeven te luisteren die we zijn en eigenlijk alleen maar hoeven te volgen. En straks ga ik misschien anderen nog iets meer vertellen, maar dit is hier wil ik er nu bij laten. Ja.